Het project Indigenous Fashion, een project in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Canadese regering, is de afgelopen periode in de dorpen Witsanti en Klaaskreek uitgevoerd. De plaatselijke gemeenschap werd middels een workshop de fijne kneepjes van de moderne mode-industrie bijgebracht. Wij brengen u het volgende. Dit moet u plaatsen in het kader van de bilaterale samenwerking tussen Suriname, de Republiek Suriname en Canada. Waarbij binnen die bilaterale samenwerking er onder het paraplu van deze samenwerking er een aantal projecten worden uitgevoerd in samenwerking. En het gaat voornamelijk om heel veel vrouwenprojecten, awareness-projecten die worden uitgevoerd binnen die samenwerking. En dit is dus geboren uit een communicatie tussen onze minister van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van Canada, mevrouw Chatterpak. En zo is dit project dus eruit komen rollen, om het zo te zeggen. En wat het inhoudt, is dus dat in Canada de inheemsen hun cultuur verder hebben ontwikkeld naar het niveau van mode, fashion. En dus de traditionele wijze van kledingstukken maken, hebben ze dus gecombineerd met het moderne. En dat is dus wat wij nu bezig zijn binnen dit project ook te doen voor de inheemse organisaties, voornamelijk de vrouwenorganisaties, maar ook de Maronvrouwen. Wij zijn geweest naar Galibi, we hebben het ook in Witsanti gedaan, twee dorpen, Pierre Condré en Witsanti zijn dus samengebracht. En dan zie je dus dat al deze mensen hun bijouterieën, hun oorringen, hun kettingen, hun ringen, schouderdoekjes, hun lendendoekjes. Dat alles kun jij, dus dat het traditionele, terugvoeren of ook brengen naar het moderne. En dat betekent dus dat je markt kan uitbreiden. Hè? Dus niet alleen de markt in het dorp of aan de waterkant of in de stad, maar dus dat je dus ook naar het buitenland kan gaan. Niet dat de producten niet naar het buitenland gaan, maar ze gaan nu in die traditionele combinatie gaan. Maar nu wil je hem dus een beetje, dan praat men over fashion, indigenous fashion. En dat is dus wat dus deze consultant, de mensen dus in deze workshops, zoveel mogelijk probeert bij te brengen. Dit is het laatste dorp dat we aandoen, dus dat was de hele week waar we bezig ermee. En de bedoeling is dat er een follow-up komt. Ja? Er zijn al wat voorstellen gedaan uit wat er tot nog toe gepresenteerd is, wat we tot nog toe hebben gekregen vanuit die gemeenschappen. Wat zij willen doen, hoe ze denken, wat ze nodig hebben. Ja? De skills die zijn er, maar er moeten trainingen komen. Niet iedereen kan met de naaimachine omgaan, niet iedereen kan knippen, snapt u? Maar die potentie die is er, de skills die zijn er. En zolang het traditionele er is, is er mogelijkheid om modern te gaan. Dus dit zal natuurlijk nog een follow-up krijgen, maar dat moet nog besproken worden tussen de twee landen hoe dat te doen. Dus binnen de communicatie met tussen het ministerie en de ambassade van Canada is door de Canadezen zelf
gezorgd voor deze top consultant designer die haar eigen productielijn heeft, maar indigenous, inheems. En ze is een top inheemse designer in haar land en men heeft haar aangetrokken voor dit project. Dus niet iemand die pas begonnen is, maar iemand die al langer dan 30 jaar in het vak zit. En dat is wat we best wel kunnen gebruiken. Maar we hebben ook gedacht om met onze eigen designers te werken. Zo hebben we Meredith Ruruya erbij betrokken. Old and the young. Ja? Dus deze twee geven dus die trainingen. Meredith vanuit de Surinaamse optiek en zij vanuit dus die Canadese fashion world. En Meredith doet het vanuit de Surinaamse fashion world. Zo, die combinatie is subliem. Echt wel subliem. Hier hebben we meer. Hier hebben we indigenous en maroons. Daar hebben ze alleen indigenous. En wat ze dus gezien heeft hier in Klaaskreek, ze heeft het ook gezegd. Ze begon plotseling ideeën te krijgen. Ik zei er nog van, misschien ga je geen gebruik meer maken van leder, maar je gaat deze traditionele panjes modellen willen. Maar Meredith doet dat al. Meredith combineert al inheems met Creole. Ja toch? Dus in haar werken, je zult het straks zien, combineert zij dus de inheemse cultuur en de Maron cultuur. Dus die pani brengt ze samen. Top. Dat is gewoon top. Hè? En we vinden dus dat deze twee consultants echt wel hun best doen. En het zal zeker ertoe bijdragen naar die awareness, out of the box denken. Hoe kan ik mijn verdiensten verhogen? Weet je? Daar gaat het ook om. En economisch weerbaar maken van de mensen, voornamelijk de vrouwen. De bedoeling is dus ook, dat is ook een idee, dat we ook gaan kijken, kunnen wij uit al die gemeenschappen een paar vrouwen uitzenden naar Canada ook, om ook daar dichterbij, weet je, die fashion te zijn en te zien hoe bepaalde dingen lopen en met die kennis terug te komen en te overdragen. I would like to say that I've been so impressed with the types of handwork, the beautiful colors and materials, and the craftsmanship, you know, that the women in these villages, you know, have been doing for, you know, a very long time. It's really encouraging. I didn't really know what to expect, to be honest, so it's been, you know, a pleasant surprise. You know, each village and tribe is quite different in what they do, which is really great. There's a lot of diversity, and they have great potential to really expand on what they already do. Yes, I have come to realize in my travels that all Indigenous peoples share some similarities with our cultures or our art or how we think or how we do things. So it's been, you know, really lovely to see that. You know, we think similarly. I'm hoping to come back. I would really, this was sort of an initial, you know, sort of come see what's happening here, what they need help with, what they already do, and I think that, you know, we'll be able to, hoping to come back and help them a little bit more, and, you know, there will be, I'm hoping, cross-cultural exchanges and things. The advice I have is to, you know, always keep learning and, you know, research and find out what's happening in the world as far as fashion and ideas about products, and they can still utilize the traditional skills they have, and, you know, it's an opportunity for them to educate the world about their culture and their stories and art and make things that are very fashionable that people will really appreciate and want to buy.
Ik werk samen met Angela. Zij is een designer uit Canada. En wij hebben een presentatie samengesteld waarbij we eigenlijk tonen wat je allemaal met traditionele kleding kan doen om het modern te maken. Dus dat is mijn rol hier. En ik heb ook gewoon beeldmateriaal bij me die ik ze wijs, zodat ze het beter kunnen begrijpen. Ja. Als designer van Suriname, heeft u ook wat kunnen leren van de designer van Canada die met dit project bezig is? Ja, zeker wel. Zij is al 30 jaar bezig. En ik ben ongeveer 5 jaar bezig nu. Dus ja, zij heeft meer ervaring. Dus ik communiceer ook gewoon met haar. En ja, gewoon alles wat ze zegt blijft bij. En like, hey, dat kan ik wel werkelijk doen. En dat je op zo'n niveau ook kan komen. Dus zeker wel, ja. Hoe reageren de mensen van de dorpen waar jullie tot nu toe zijn geweest? Ze reageren heel enthousiast. Like, of bijvoorbeeld, hun kennen hun traditionele klederdrachten. Maar misschien hebben ze nog nooit gezien, dus dat het gemoderniseerd is. Dus als wij ze nu beeldmateriaal wijzen, dan gaat er gewoon iets in ze om van, hey, we could actually do that. En ja, dus ze hebben goed gereageerd. Ze zijn enthousiast, ze zijn gemotiveerd. En dat was ook de bedoeling om ze te motiveren om verder te gaan en out of the box te denken wat je allemaal kan doen met wat je gewoon lokaal hebt, wat je gewoon in je environment hebt, wat je allemaal mee kan doen. Dus ja, zeker.